Ja, vrienden, had Ajax Mark Overmars kunnen behouden? Dat is de vraag. Ja, die krijg ik heel vaak gesteld. Mensen schrijven het aan mij en mensen vragen het aan mij. Heeft Ajax Mark Overmars te vroeg laten gaan? Ja, want wat is er nu aan de hand? Alles wat Ajax is en supporter is, die worden nerveus. Ik begrijp dat wel. Ja, je raakt Gravenberg kwijt. Je raakt Mazraoui kwijt. Je raakt Haller kwijt. En misschien raak je nog van alles en nog wat kwijt. En intussen is er nog helemaal niks gekocht door Huntelaar en zijn mannen. Ja. En nu denkt iedereen bij Ajax. Oh, gaat dit allemaal wel goed komen? En waarom gebeurt er niks? Ja, ze waren vertrouwd met doortastend optreden altijd van Mark Overmars. Die zat overal bovenop. En dan las je al van dit komt eraan, dat komt eraan, zo gaat het gebeuren. En zo gebeurde het dan ook. En ja, dat is nu niet aan de hand. En ik heb daarover na zitten denken, over die vraag, hadden ze hem kunnen behouden? En ja, het is een beetje achteraf dit, hè? Altijd makkelijker, ik weet het. Maar luister goed. Als je nou vergelijkt, hè? Kijk, Overmars heeft nergens aangezeten. Daar begint het mee, hè? Niks. Hij heeft alleen maar rare berichtjes geschreven. En zijn fotoapparaat op verkeerde plekken gehouden. Nou, en vergelijk dat eens met Mick van Wely, vrienden. Dat is die misdaadverslaggever van de Telegraaf. Heb je gevolgd hoe dat gegaan is? Die van Wely. Die Telegraaf die heeft dat gewoon heel slim aangepakt. Die hebben die van Wely, die had precies hetzelfde gedaan. Ook verkeerde berichtjes en ook een beetje grensoverschrijdend. En die van Wely die hebben ze gewoon even, hoep, zo aan de kant geschoven. Wel eventjes vermeld in de Telegraaf. Van Wely ging in de fout. Hoep, van Wely ging eventjes een paar maanden eventjes in de luwte en weg ermee. En wie is er nu weer aan het werk? Inderdaad. Mick van Wely werkt gewoon weer bij de Telegraaf. Niks aan de hand. En dan denk je bij jezelf, als je dit ziet, had Ajax dat ook niet kunnen doen? Had Ajax niet ook de van Wely-route moeten volgen? Gewoon Overmars even geparkeerd, even weg een paar maanden en dan weer voorzichtig terug laten komen. In plaats van dat ze hem gelijk helemaal hoep over de heg hebben gegooid. Ja, vrienden, ik weet het niet. Ik gooi het maar even op hoor, in de groep. En laat het me maar even weten. Dag!